idee dat u er een beetje nerveus van wordt. Dat die fles dadelijk daadwerkelijk geopend wordt. Nee, toch? Hè? Nee, het is een plechtig moment voor u. Ik gun het jou wel, Paul, een lekker slokje met zo'n speciaal. Maak hem open en dan gaan we zo meteen even kijken hoe het zit met de auto's. Want gaat u rustig in gang. Dan willen we ook weten hoe het met de auto's zit. Want ook daar, denk ik, net als met whisky, moet je ook flink wat geld hebben. Het begon met de whisky bij 25.000 euro. Maar hoe is het bij u met de auto's? Nou, dat is bij auto's inderdaad eigenlijk ook wel zo. Wat is de instap? Er is eigenlijk geen instap. Dat wordt ook een beetje bepaald door de schaarste in de markt. En dat kan, dus kunnen goedkopere auto's zijn. Maar de meeste winst, of althans de hoogste winst, wordt op dit moment behaald met de duurdere auto's. Ja. Waar een hele merkbeleving rondomheen houdt. De Ferrari's, Maseratis. Ik wil even een paar voorbeelden ervan pakken. En dan kunt u even een schatting gaan maken. Dat is wel aardig. Even kijken. Deze eerste. Zeg maar, wat is het voor auto? Precies X, want u weet het precies natuurlijk. En op hoeveel taxeert u die? Nou, dit is in dit geval een Porsche 912. Een variant van de Porsche 911 uit de jaren 70. Ja. Een F-model. Ja. Altijd een beetje het ondergewaardeerde model geweest onder de 911. Ja. Voorheen waren dit soort auto's tussen de 10.000 en de 20.000 euro te koop. En inmiddels gaat het niet verdubbeld, maar het gaat tot 40.000, 50.000 euro binnen een tijdsbestek van 2-3 jaar. Oké, nou, dat is voorbeeld 1. Dan kijken we even naar voorbeeld 2, want er komt nog een auto aan. En dan komt die. Ja, deze. Wat is dit voor waar? Dit is een Ferrari 512 TR. Oh, ja. Een variant op de Ferrari Tessarossa. Ja. Een ondergewaardeerde? Dat was tot voor kort was dat wel zo. Want een paar jaar geleden, en dan heb ik het over 2-3 jaar geleden, kocht je een dergelijke auto voor. Nou, en hoeveel? 40, 50.000 euro. En nu? Nu heb je minimaal een ton meer nodig. Kijk eens even. Die whisky, wat blijft die nou, meneer Kappen? U zou hem openmaken. Nou, hij gaat niet open. Ik krijg hem niet open, de fles. Dat wordt mijn moment. Hij is sterk genoeg. Geloof me niet. Ik mag het even proberen. Want dat vind ik dat is een uitdaging. Hij moet open. Oh, dat gaat mij lukken, zeg. Inderdaad. Jawel. Kijk, ik wel. En wij gaan straks even armpje drukken. Ik ben blij dat mij dat wel lukt. Ik vind het wel een beetje dat je lullige glazen hebt uitgekozen. Voor zo'n bijzonder. Ja, ik snap dat u mij terug wil pakken. Maar ik krijg hem toch wel open dan met deze kracht. Oké, ik geef hem even, schuif hem even door. Ik laat jullie genieten. U laat ons genieten. Nou, zullen we eventjes brozen dan? Lekker ook. Mooi moment. Oeh, nou, dat wordt een fijne uitzending verder.